We horen van alles. Over ja. zitten is het nieuwe roken. Ja. Inactiviteit is een uh, enorme bedreiging ja. voor de volksgezondheid. Ja, je je zou verwachten dat er meer onderzoek naar ja. zou zijn over wat inactiviteit dan ja. is. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe snel verlies je opgebouwde conditie in een rustige periode. Was je eindelijk klaar voor je eerste hele of halve marathon of de Amstel Gold Race toertocht, gooide corona de boel op slot. Wegtrainingsdoel, wegmotivatie. Wat kun je desondanks doen om toch fit te blijven tijdens een lange, wedstrijdloze of inactieve periode? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Ja. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Daar zitten we weer. Ja. Vrijdagochtend, verse kop koffie erbij. Lekker. Okay. Hoe is ie? Ja, goed. Ben je fit? Uh, we houden het een beetje bij, hè? Een beetje bijhouden. Ja. Daar gaan we het over hebben deze aflevering, hè? Ja. Hoeveel moet je minimaal doen om het een beetje bij te houden? Precies. Zonder, en hoe uh... erg is het? Voelt voor mij altijd heel erg. Als je een tijdje hè, heb je opgebouwd, heb je al ja. die waarden omhoog gepoetst. Ja, ik heb hem ook speciaal voor jou eigenlijk uitgezocht, wel dit, ja? dit, uh, deze aflevering, dit onderwerp. Want ik hoorde jou klagen over nou ja, motivatieproblemen. Enorm, toch? enorm. Ja. Wat, ik doe heb je, wat doe je op dit moment nog aan, aan uh, sport? Ja, ik doe wel aan sport. Ik moet zeggen, nu de lente weer een beetje gekomen is, de zomertijd weer is, je weer na het eten weer het bos in kan, uh, ben ik ook weer wat actiever. Ja. Maar ik heb het eigenlijk het hele afgelopen jaar heel moeilijk gehad om mezelf te motiveren. Ja. Niet zozeer om te sporten, maar wel om te trainen. Ja. Snap je? Dus ik ben veel buiten en ik, ga, ik heb natuurlijk al die, die, die dagelijkse 5 kilometer challenges gedaan. Ik heb enorm veel loopvolume. Mm -hmm. Allemaal super traag. Ja. En uh, ik merk dus ook, ik ben ook echt traag getraind. Weet ja, je ja. Wel. Ik ben al mijn ja. snelheid kwijt. Nu het mooi weer is, ik heb weer heel veel plezier in het fietsen. Maar goed, dat doe ik ook. Beetje toerfietsachtig. Dus het is vooral. Ik heb nog wel zin om veel naar buiten te gaan. Ik blijf wel fit, blijf wel gezond. Maar die echte, die wedstrijdhardheid, ja. de snelheid, de diepgaan. En dat is ook frustrerend waarschijnlijk. Dat je merkt inmiddels van, wel, jeetje, ja. Je moet nu niet aan een marathon van Rotterdam gaan denken. Over nee, een pak een nee, beet, nee, nee, nee. Uh, ik was natuurlijk, een uh, maand geleden in april was ik jarig. Had ik ja. heel veel contact met mensen. Toen wilden allemaal mensen, nou, zo een keer samen lopen, samen fietsen? En ik heb een, club een studievriend van me en die uh, loopt uh, netjes twee, drie keer in de week. Uh, volgens ja. mij inmiddels 10 kilometer op 4:40. Ja. 4 minuut 40 ja, over precies. een kilometer. Ja, dat, is dus, uh... dat deed ik ook ooit. Ja. Maar daar ben ik echt nu bang voor. Ja. Weet je wel? Dat, dat kan echt niet. Ik loop dus, alles in de 5:30 ja. en een beetje rustig aan. Dus jogger. je zegt dat soort afspraken dan ook af. Of je houdt nee, ik ben er heel zenuwachtig en... voor. Ja, hey, ja. En het leuke is, en daar gaan we het in deze aflevering ook even hebben. Het motiveert dan zelfs wel een beetje om een beetje te gaan voorttrainen. Ja, okay. vast. Ja. En ik heb zelfs in die week daarvoor even weer een rondje. Nou, intervaltraining kan ik niet noemen. Ik heb zo'n rondje hier om het weiland, dat je even hard gaat, ja. even in die vier minuten in. En dat voelde goed. Toen dacht je, ah, misschien ja, lukt het. ja, ja, nou ja. Nieuwe schoenen, snel. Ja, code. ook gauw nieuwe schoenen geregeld, ja. na, na aanleiding ja. van onze aflevering uh, over de update van de schoenen. Ja. Iedereen er toch maar aan. Nou, dus het is wel, het geeft al aan. Je bent het niet meteen kwijt. Je, je, je zakt niet als een plumpudding in elkaar als je een tijdje minder traint of het toch... Nee, wat ik vooral ervaren heb, ik ben het niet kwijt, maar ik ben wel langzaam geworden. Ja. Ja. Snap je dat vooral? Dus ik voel me uh, nog steeds wel uitgerust en fit, maar niet meer uh, ja. snel. Ja. Ja, ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Waar iedereen wel eens tegen aanloopt. Nu, vooral. Hè. Geen wedstrijden, corona. Uh, trainingen gaan niet door via in-clubverband. Maar ja, je krijgt wel eens een kind. Of uh, ja. je bent wel eens druk met werk. Druk met werk. Ja, dat patroon ja. herken ik de afgelopen jaren toen er wel wedstrijden waren. Ja. Ik, ik ben natuurlijk steeds verder die, die, die fitness lifestyle. of in ieder geval die, die uh, sportieve lifestyle ingaan, mm -hmm. Ook voor mijn werk. Wat met name in het najaar heel intensief is. En uh, dan ben ik dus in het voorjaar. train ik die marathon toe. En dan ga ik heel de zomer die triathlons doen. Ben ik topfit. Ja. En dan moest ik in dat eerste jaar wel even zoeken. Want dan in september, oktober ben ik werk, 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 werk. En dan denk ik, ja, moet ik eigenlijk ook nog trainen. Ja, dan wordt het echt veel stressbelasting. Ja. En dacht ik, oh nee. Ik heb eens. mezelf zo ja. fit getraind Precies. om dat werk te kunnen ja, doen. Ja, dus dat is ook een dat is ook onderdeel van. Stel dat je inderdaad elke week of uh, een, een loopje doet of een, een, een kleine triathlon of een voetbalwedstrijd. Ja, uh, net zoals de de, de profs sowieso allemaal doen. Wat doen die in de tussentijd? Moeten die, die daadwerkelijk nog bijtrainen of moeten is onderhouden genoeg? Dus voor hun is het relevant. Ja. En, Hoor je de voetballers uh, veel over klagen, dat het programma ja, zo zwaar ja. is met de Champions League. Maar, en de nationale ja, dan elftallen. zie jij stukjes training tussendoor. Ja, dan is het gewoon een beetje loslopen, een beetje ballen en uh, een hoop uh, gezelligheid. Het is niet heel, heel zwaar wat ze doen. Nee. En terecht waarschijnlijk. Misschien ja, meer een soort hersteltraining. Ja, en dat is ook uh, nou ja, de, de studie waar ik dan zo opkom. Uh, of uh, waar ik, ja, ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar. ...gegevens, data over. Ja, want deze aflevering laten we toch even voor de mensen... ...die deze podcast nieuw ontdekken. Bijvoorbeeld dit jaar toen we ja. begonnen met doping specials. We hebben het weer ouderwets over een van ja. jouw artikelen. Ja, uh, moest maar van ik denk, nou, ja. Ik was zelf ook benieuwd van uh, hoe snel ga je nou achteruit... ...of wat is eigenlijk wat dan in de literatuur terug, uh, terugkomt... ...de minimale dosis inspanning of training die je moet verrichten om je opgebouwde conditie of kracht van je spieren, als je naar de sportschool veel krachttraining uh, doet, bij te houden. Ja. Dus dan gaat het proberen om je gaat je hoeft niet meer beter te worden. Je hebt een bepaald niveau bereikt. Ja. En uh, ja, wat uh, wat moet je minimaal doen? Om het niet te verliezen. Ja, He? en dat ja. is natuurlijk. Kom je weer op trivialiteit? Ja, goed, dat hangt af van hoe goed je getraind bent. Topsporters, misschien anders. Plus daarbij dan ook wel even de disclaimer. van uh, wat ik uh, dadelijk ga uitleggen. Ja, uh, dit gaat puur om conditie. Okay. Waarbij dan waar vaak uh, zuurstofopname is, is dan de maat, net zoals uh, ontwikkelde kracht bij de krachttraining. Ja. Dus niet over uh, gezondheidsparameters als insulinegevoeligheid of uh, gewicht of noem maar uit. Ah, dus als je precies. Er ja, zijn natuurlijk heel veel dingen die ja. bepalen of jij fit of gezond of in, in precies, vorm bent. Precies, dus daar hebben we de beweegrichtlijnen voor natuurlijk. Ja. Die, uh, daar hebben we het ook wel eerder over gehad. Die, uh, die gaan puur om, om dat. Voor de gezondheid, wat is gezond uh, om te bewegen. Dit gaat meer richting opgebouwde conditie. Dus voor tja, toch sporters. Ja. En, uh, en ja. dus vooral uithoudingsvermogen. En dat, dat, dat merk je als je sport aan ja. uh, bij welke snelheid heb je welke hartslag. En Just. hoe lang hou je het vol? Dus hè? heel simpel, je, je, je krijgt een kind of je, ga, je hebt vakantie. Ja. En dan oh, ga je vier ook, weken. Ja, wat doe je? Doe je dan echt helemaal niks? Het begint natuurlijk te kriebelen op een gegeven moment. En, dus het is ook heel relevant. Want als je vier weken niks doet en je begint aan je nieuwe seizoen. Uh, ja, is het dan niet zonde om uh, weer helemaal van nul af aan te moeten beginnen? Of is er een handigheidje dat je zegt, nou, als ik het een beetje bijhoud? Dan ben ik veel sneller weer in conditie. Nou, want dit ik, herken ik heel erg van die zomers, uh, 2018-2019, ja. dat ik dus uh, aan dat Triathlon begonnen mm -hmm. was. Lekker fit. Dat zie je in uh, zowel Strava als Training Peaks. Natuurlijk ook in die mooie grafieken hè, heb je die ja. drie lijnen: uh, vermoeidheid, vorm en fitheidniveau. En bouwen en bouwen en bouwen en ja. omhoog. En uh, inderdaad, vakantie heb ik allebei de jaren meegemaakt. Baf, ja. eindelijk echt ja. uitrusten. En woe, loopt die hele grafiek weg. Ja, en gas terugnemen, zegt iedereen. Dat is goed. Mm -hmm. Ik denk nog even aan Mathieu van der Poel, die na die, uh, de Ronde van Vlaanderen zei: Nou, even een week mijn fiets niet aanraken en dan ga ik gewoon rustig beginnen met een mouwtmaak ja. Dus iedereen herkent: je kan niet 52 weken lang uh, uh, ja, knallen. vol knallen. Nee. Maar uh, vroeger was het natuurlijk een winterseizoen voor sporters. Was, nou ja, inderdaad, weinig doen en veel duurtrainingen. Hè? Eigenlijk ja. dat we kennen we van het wielrennen, nou, kilometers maken. Maar ik ben ook benieuwd, moeten straks maar een Guido vragen, van ja, volgens mij is dat al een beetje achterhaald. Het seizoen loopt nou het hele jaar door voor die, voor die, die toppers met name. Ja, dan kan je dat eigenlijk niet veroorloven. Dus dan is het eigenlijk een kwestie van uh, gezond bijhouden mm -hmm. en uh, dus iets vinden van dat je ja, wel net genoeg traint. Om in ieder geval je conditie op peil te houden, zonder uh, en en dan eigenlijk dus wekelijks of om twee wekelijks toch uh, uh, te kunnen knallen. Ja. Even iets van me triggert. Jij zegt het seizoen loopt jaar rond. Uh, vanuit onze amateur semi fanatieke triathlonclub wordt toch ook gesproken over een typisch off season, ja, weet precies. je wel? Hè? Dus ja. je gaat dan de typische jaren bouwen. Je gaat vanaf januari opbouwen ja. na dat voorjaar. Ja. Dan ga je vanaf mei, juni, juli, augustus wedstrijden doen. Misschien nog eentje begin ja. september. En dat je dan oktober, november echt een off-season hebt. Ja. Waarin ja, je kan minder dood. En ja. dat uh, ik, ik. Ja, het is niet dat ik. Maar ik, ik af en toe denk, uh, ja, waar is dat op gebaseerd? Is dat nou, inderdaad... vertel eens. Uh, ja, nou, waar ja, is dat op ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je kon het niet is, vinden. Dus, dus ik ben eigenlijk benieuwd van ja, dat is natuurlijk vanuit coaches, trainers, ooit gekomen. Oh, en ook dat de boog niet altijd gespannen ja. kan staan, toch? Dan heb je het natuurlijk over een soort mentale vermoeidheid. Hè? Daar ja. hebben we het al eerder over gehad, het boek van, van uh, Alex Hutchinson. Duidelijk laat zien dat uh, mentale vermoeidheid, hoe die dan ook optreedt, of door werk, of uh, ja, uh, stress, of gezinssituatie. Werk door op je uh, fysieke uh, prestatie. Mm -hmm. Uh, dat klopt ook, dat heeft er ook mee te maken. Maar het gaat er mij meer om: moet, dan, moet je drie maanden een off-season nemen? Ja, precies. Of, uh, en, dat, dat. en dan specifiek in deze aflevering de vraag: in die drie maanden off-season, of in die maand vakantie, ja. of in die ja. maand uh, werkstress, hoe snel raak precies. je het dan kwijt? Ja. En uh, nou ja, goed. Corona uh, begin dacht je, Nou ja, wanneer komen er misschien komen er nog wedstrijden? Er zit iedereen volgens mij mee, want ik ja. krijg ja. nog steeds de mailtjes van. Voor de, dit jaar. Ja. 2021. Dat ze nog ja. steeds denken van, nou, misschien. Wat gaan denk we jij? Iets... Even een zijstapje. Ga, ga ja. jij dit jaar wedstrijden doen? Um, Laat ik zo zeggen. Ik denk. Ze... Nu, als we dit opnemen, april. Ja. Uh, we zitten in tot de staat van ja. de avondklok van al de beperkende maatregelen. Ben jij aan het trainen alsof jij nee, naar een wedstrijd gaat? Helemaal niet, helemaal nee, niet. Hè? Nee, nee. Helemaal en wat niet. betekent dat voor jou? Ja, het bijhouden. En ja. uh, en dan komt er inderdaad bij mij. Ja, ik train echt wel ook minder, want je hebt niet meer die, die, die zwemtrainingen sowieso. Mm -hmm. Zwem, is nog dit. Ja, uh, ik merk het clubje mannen waarmee ik fiets op, uh, op dinsdag. Nou, we zijn nu net begonnen, dus nou, dat zal. Uh, en, en dan ja, heel veel mensen die niet aanhaken. Huh? Dus die ook zoiets hebben, nou ja, ik moet mijn fiets nog opknappen of... Ja, vind ik een maar -teken. dat vind ik best wel gek. Ja. Want jullie trainen niet specifiek voor wedstrijden, nee. toch? En dat is, dus wat het is ook, daar. Gebeurd? Zij trainen wel in een uppie. Dus daar zit okay. ook nog iets bij. De een soort mensen... van je mag niet samen. Ja, de, deels denk ik. En ge, ja, gewend zijn geraakt aan de, de, het voordeel van alleen trainen. Kan je altijd doen wanneer je wil. Ja. En misschien ook die angst van uh, ja, je gaat weer met een groepje. Ja, stel dat er een aantal tussen zitten die veel harder hebben getraind. <laughs> ja, ja. Dan is het gewoon niet leuk. Uh, oh, als je, ja, toch? Die angst, weet je wat ik ik doen? Ik heb vandaag, deze week twee uh, social uh, sport events gehad en uh, nou, drie worden het er. Twee loopjes. Nou, ik zei al, die ene vriend die loopt 44. Ik ja. ben super bang. Ja. Met die andere hey, jongens ook. Ga ik even van tevoren, ik weet niet of mensen die luisteren of kijken dit <laughs> kennen. ga ik even op Strava kijken. Ik even de laatste drie, vier fietsritjes. Uh, uh, wat was de gemiddelde snelheid? Uh, wat was de gemiddelde loopzaak? Ik denk, oh, oké, okay. komt, ja, die ja, bang komt ja, stiekem kijken. ja. Het was ja. natuurlijk onzin, want als je tegen die mensen zegt, hè, je bent als vriend onder elkaar, zeg jongens, ik loop vandaag 35, zegt natuurlijk iedereen... Prima, joh, ja, lopen we jouw tempo, ja, maar ja, toch ja, ja. wil je niet onderdoen dus voor de ander. Er zit handig. een wat sociale druk misschien in ja. daarbij. Maar goed, even naar de basis. Ja, de Conditie basis. verliezen. Ja. Wat, wat is het basisprincipe? Wat gebeurt er in je lichaam? Ja, als wat wordt er jij, afgebroken? Als jij niks doet, het is duidelijk echt na twee, drie weken, uh, ja, dan verlies je sowieso spieren, spierkracht, spiervezel, spiereiwitten. Daar hebben we het over gehad denk ik bij herstel. Ja. En dat vind ik best wel, dat blijft een, een interessant fenomeen. Uh, Luc van Loon in Maastricht, die doet daar onderzoek naar en die doet vrij extreem. Hè? Die zet mensen een, in het gips en dan gaat hij gewoon kijken naar spiermassa en hij neemt biopten. En hij gaat kijken nou, naar hoeveel uh, weken, soms doet hij vier weken iemand zo'n kast uh, om. Ja. En dan zie je gewoon dan per week 1 à 2 procent van je spieren verlies je. Ja, dit heet in de medische atrofie toch? Spieratrofie. Ja, Ik heb ja, ook wel eens zeker. mijn benen in het gips gehad en dus is dus nog dat steeds is, niet helemaal teruggetreden. Dat is één. Nee. Eh, de enige manier om dat op peil te houden is toch weer te prikkelen. En door te prikkelen, dan krijg je weer zo'n ontstekingsreactie waarbij nieuwe eiwitten worden aangemaakt. En dus dat, die, die spieren hollen achteruit. Klaar, je krijgt ja. minder spieren. Ik heb wel eens geleerd, even toetsen of dat ja. waar is, uh, um, fysiologie: dat niet zozeer meer of minder spiercellen worden. Mm -hmm. hè, dat het aantal spiercellen gelijk blijft, ja. maar dat de, de dikte of de kracht die ze kunnen genereren verandert. Ja. Nee, maar het is ook... Ja, precies. Er is altijd een discussie geweest. Kun je... Ja, spieren zijn opgebouwd uit spiervezels. In de muur ja. spieren. Nou, ja, we hebben het over de rood en de wit gehad. Daar hoef het niet over te hebben. is altijd de vraag geweest. Kun je nou nieuwe uh, spiervezels uh, kweken? Ja. Of doe je het met het bestaande aantal ja, spiervezels? die sterker worden. Die sterker worden. Maar dus breder kunnen worden. Langer kunnen worden. En dan ja, intrinsiek ook inderdaad meer kracht kunnen leveren. Omdat ze... Nou ja, wat, wat meer eiwit of beter eiwit. Maar daarbij is het natuurlijk. Je hebt die eiwitten nodig. om die puur ja, in elkaar te glijden. Hè? Dat is natuurlijk de basis van, van uh, contractie. Ja. Daaromheen zitten allerlei enzymen. die uh, ervoor zorgen hoe snel ze dat doen. en hoe snel ze weer uit elkaar gaan. Uh, daarbij ook de hele biochemie van uh, het genereren vanuit de zuurstof. Ja, verbranding van het met zuurstof vanuit uh, dat dat ATP dat energie komt. Dus ik bedoel, het is best wel complex. Maar je complex. zegt dus discussie komen dan we nou wel of niet meer? Ja, nee, het is. Ik denk dat het. Uh, ik, ja, ja, daar ging het om. Nou ja. of je vraagt. Ja. Nee, het. Uh, ik, de laatste inzichten zijn inderdaad, nee, je moet het gewoon doen met de set spiervezels die je hebt. Maar die kunnen wel enorm groeien. Exact. En exact. Dan, ja. Maar in, in, namelijk in relatie tot dit onderwerp, dat vind ja. ik een hoopgevende gedachte, ja. al is het maar mentaal. Ja. Dat is weliswaar, er, uh, het ziet er misschien uit ja. dat het minder wordt, maar er blijven evenveel Moe, vezels zitten ja, die dus weer kan ik activeren. Wel, Maar waar we dan, dat zijn spieren, die worden wel uh, geactiveerd, mm -hmm. uh, aangestuurd vanuit zenuwen. Ah. En die, moeten we, die component moet je ook niet vergeten, want dat is in ieder geval wat je weet als je ouder wordt: ja. dat uh, spiervezeltjes uh, net, ja, die gaan ook verdwijnen. Mm -hmm. uh, wat je dan krijgt en, en groeien aan. Het is de aansturing wordt ook anders. Dus normaal heb jij, nou, je, 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 je zenuwen komen richting spier en vertakken in allerlei uh, kleine vezeltjes die allemaal groepen vezels aansturen. Ja. Dus het is dus niet elke vezel wordt apart aangestuurd. Het is meestal groepen die verspreid over die spier liggen, waardoor je eigenlijk een gecoördineerde uh, spiercontractie krijgt. Ja. Wat ze zien met ouderdom is in ieder geval dat dat patroon verandert. Dus dat uh, ja, of de, de zenuwvezeltjes gaan nog steeds groepen aansturen, maar dan andere groepen. Wat groepen die vaak dichter bij elkaar liggen, Waardoor ook die coördinatie minder wordt. En dat, ja, en hoe. Wat is het effect je, daarvan? Als je, ja, dan. Nou, is het gewoon letterlijk co -coördinatie minder, het bewegen. minder efficiënt ah, uiteindelijk? Okay. Inderdaad, coördinatie heeft daar ook mee te maken. Dus het is. Nou, je kan je voorstellen als je een heel uh, uh, voetbalveld hebt met allerlei. Uh, nou ja, uh, verschillende stukken. Uh, spier daar, dat het als jij die heel, dat hele voetbalveld als zijnde de spier wil goed wil con, laten contraheren, dan moet je eigenlijk uh, ja een heel uh, groot bereik hebben per spiervezel um, om dat hele gebied te bestrijken. Ja, en dat wordt En met ouderdom ga je gewoon meer bij de hoekvlag heb je dan eentje, een andere hoekvlag. Ja, ja en dat dat levert natuurlijk een ongecontroleerde of ongecoördineerde spiercontractie minder efficiënt. Ja. De enige manier om dat tegen te gaan... is inderdaad in beweging blijven. Ja. Dat is, dus dat ga je met als je niks doet. ook Dat heeft ook ja, wat impact. Ik zeggen, je zegt dit gebeurt als je ouder wordt vanzelf. Het ja. is een ouderdomsproces. Ja. Maar is dus die, die, die aansturing van die zenuwen... wordt die ook minder in een inactieve periode? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat, is, dat hoort daar ook bij. Daarnaast. Zo heb grappig, je... hè? want ik ja. zei dus van de week... ik had ditzelfde gesprek dat wij net hadden... over hoe, hoe ben je nu met fitheid. Toen zei ik ook, joh, ik kan misschien die afstanden nog wel lopen. Weliswaar langzamer, maar ik voel me ook minder atleet. Ethisch, ja. was mijn uitdrukking, ja. maar dat zit dus ook hierin. Ja, en nou ja, goed los van die hele biochemie. Dus de enzymen gaan uh, minder, uh, die verdwijnen, ja, minder. Ja, de, 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 de hoeveelheid enzym. Die uh, betrokken is bij nou, aanmaak van energie. Ja. Neemt af per spiervezels in de spieren. Kortom, je hele lichaam past zich aan aan een inactieve. Aan een nieuwe periode. situatie. Ja. Dus ik heb is, het allemaal niet meer nodig. Is niet meer nodig, precies. Nee, en nee. dat is dus uh, ja, een nieuwe uh, balans, zullen we maar zeggen. Maar dat is niet gunstig voor iemand die wil presteren. Nee. Dus dit is het proces. Wat we moeten proberen ja. met minimale Precies. inspanning. Daar zijn we nou op zoek. Wat is de ondergrens? Uh, dat te we deze processen ja. voorkomen. Of, uh, of in ieder geval enorm vertragen. Klopt. Nou blijkt dat. Er zijn niet zoveel studies gedaan. Nee. Eigenlijk helemaal Het is af, moeilijk ja, meten, niet moeilijk te meten lijkt ge me. Gecontroleerd. Ja. Uh, ja, uh, gelukkig is daar uh, een, een Amerikaan geweest, Robert Hickson. Mm -hmm. Bob, denk ik, van Intimie. <laughs> nee, 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 nee. Je hebt hem niet gebeld, begrijp Die heeft in de jaren tachtig een aantal interessante studies gedaan... waarop de review die ik gelezen heb uh, zich grotendeels be, be, uh, naar Baseerd. verwijst. Baseert, ja. Baseerd, ja. Uh, wat hij gedaan heeft is een groep uh, proefpersonen die nou, uh, op 30, nee, 25 jaar ik denk studenten waarschijnlijk die best wel actief waren, maar niet overdreven actief. heeft hij even een pittig trainingsprogramma laten doen uh, tien weken lang, zes weken of zes dagen in de week. Mm -hmm. dus ja, dat is wel even. dan denk je nou conditie opbouwen ging het hem om. en dan moesten ze elke dag uh, 40 minuten naar het lab komen en dan gingen ze de ene dag gingen ze hardlopen. De andere dag gingen ze fietsen volgens het programma, waarbij de, de hartslag ook behoorlijk werd opgestuurd. Het, het, het einde van, van die trainingssessie, richting de 90 à 100% van de maximale hartslag, dus er waren pittige uh, trainingen. Ja, uh, nou ja, wat hij zag na die tien weken was goed, want de VO2 max, dat daar was het met name in die cake zuurstofopname. 50% toegenomen. Nou, dat is echt wel een, uh, een flinke toename. Dus die jongens zijn eigenlijk van gemiddeld, jongens en, en meiden zaten tussen. Gemiddeld uh, conditie naar echt goede conditie gegaan. Mm -hmm. Nou, en toen zei hij: Oké, okay, en nu ben ik benieuwd wat gebeurt als we een rustperiode, relatieve rustperiode inzetten van 15 weken. Dat ging hij voor. Okay, en nou heb je drie knoppen aan, aan, om aan te draaien, altijd weet je, van trainingen. Je kan de frequentie, kan je naar kijken, die kan je omlaag gooien. Je kan de duur van elke training. En je kan de intensiteit van die trainingen. En dan heeft hij netjes in drie en verschillende studies. Intensiteit gaat dan over hoe diep ga je? Ja. Hoe hoog gaat je hartslag? Hoeveel kracht. Ja. Ga je leveren. Ja. ja, ja. En dan heeft hij netjes in drie verschillende studies gekeken? Dus hij heeft wel steeds weer een nieuwe groep mensen genomen. Hij heeft er ook een paar jaar over gedaan. Er zijn best wel uitgebreide studies natuurlijk. Ja. Nou, eerst uh, zag hij van zes keer per week. Ging hij terug naar vier keer per week. Naar twee keer per week. Met nog wel dezelfde duur. Die 40 minuten. En die behoorlijk pittige... Ja. ja. En dan zag hij eigenlijk van, nou, zelfs uh, na twee, weken, twee dagen in de week trainen, die VO 2 max die ze hadden opgebouwd, was na 15 weken nog intact. Ja. Ik moet zeggen, even op mijn boerenverstand kan ik me daar alles bij voorstellen. Toch? Ja. Als je twee keer in de week 40 minuten hartstikke diep gaat, dat voelt ook echt ja. als flink sporten. Ja. 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 ja, maar het is wel goed. Het uh, is dat, een groot verschil met zes, ja, hoor. Ja, dat niet verkeerd. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar, ja, ja. Nou, okay. dat was uh, dus gunstig, zeg ja. maar. Twee minimaal twee dagen in de week. Moet het lukken. Ja. Tweede ging de duur ging hij omlaag. Dus 40 minuten. Ja. Zei hij, nou, uh, ga maar naar twee derde van en een derde van 26 minuten. Ja. En na 13 minuten. Maar dan wel zes keer in de week. Zes keer in de week ja, en precies. nog steeds met die, die bijna maximale hartslag. Ja, ik hoop dat er wat eruit Bleef best een pijl of niet? Uh, ja, dat zelfs dat bleef op peil. Ja. Zelfs met 13 minuten. Ja. Nou, dan vind ik, dan ga ik toch wel twijfelen. Dus met twee keer per week 13 minuten. Oh, Pietig hij dan ook de intensiteit omlaag. Want ik oh dacht nee, die sorry. Zei, nee, dus zes nee, weken. Ja, ja, ja toch? Ja, dus zes weken, in de week 13 ja, minuten. Ja, ja. ja. Komen we in wat nu natuurlijk populair is over de 7-minute training ja, en al dat soort uh, ja. werk. Ja. ja. En ook daar zag hij van. Uh, nou, hij had nog wel. Bij de 13 minuten vond hij wel een beetje kwetsbaar. Want hij zei ja, hij had nog uh, wat extra testjes in gebouwd. Een uitspanning of een inspanningstest, een uithoudingsvermogenstest hmm, hmm, voor hmm. Uh, kort, vijf minuten. Nou, dat ging prima. Maar hij had ook een twee uurstest nog even in petto voor ze. En die ging. daar vonden ze al meer, daar hadden ze wat moeite mee, die mensen die op 13 minuten hadden getraind. Nou, ja. ja, dus ja. kan je ook voorstellen, ja, is je Ja, dus gewoon je belasting, naar, die coördinatie ja. waar we het net over hadden, ja. die is natuurlijk niet meer gewend om zo ja, lang te doen. Ja, en mentaal misschien wat, als je begrensd bent, maar een kwartiertje te trainen, je moet ineens twee uur, ja. dat is toch best wel een even een uitdaging. Nou, cliffhanger, nou, we hebben nog één component. Ja, nou de laatste knop, de intensiteit, je voelt hem al aankomen. Wat hij deed is dan nog steeds zes, zes dagen in de week trainen. Maar nu uh, ging die intensiteit werd een stuk uh, omlaag gedraaid. Dus hij kwam maar uit richting de 60 à uh 75% procent ja, van... gewoon lekker D1. Uh, lekker uh, D1, ja. joggen, ja. langzaam rennen. En je raadt het al. Uh, ja, je raadt toen raadt het al daarna die, die, je uh, die maximale zuurstofconsumptie ging meten. En ook die inspanningstesten. Ja, daar was het gewoon echt uh, funest. Dat was ja. uh, echt er achteruit gegaan. Het was nog wel net iets hoger dan uh, aan het begin van die 15 weken. Maar ja, eigenlijk kunnen die lui grotendeels opnieuw beginnen. weer met hun pittige trainingsprogramma. Kortom, moraal van het verhaal. Ja, uh, je kan uh, prima. Uh, of ja, dezelfde frequentie blijven en, en dan uh, korter gaan tijd. trainen. Ja. Of uh, terug naar twee dagen in de week, maar dan wel uh, ja, uh, hoog intensief trainen. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de, de En dat verklaart uitkom. dan ook wat ik net vertel: dat ik het afgelopen jaar vooral D1, ja. langzame tempo's. Grijs ja, dan getraind. ben ik dus ja, grijsstreng ja. kwijtgeraakt, ja. snelheid weg. Dus de, dat is eigenlijk in lijn met de wetenschap. Ja, ja. Uh, verklaarbaar. Ik ben even nieuwsgierig. Jij zegt dit is onderzoek uit de jaren tachtig. Ja. Dat is inmiddels offer. best een NTE, ja. ook al voelt dat voor ons misschien nog ja. als... Ik, uh, ja, ik hoop ergens dat corona nu uh, dit soort uh, dingen herhaalt eigenlijk. Dit ja. Ja, soort studies. Kijk, de, je want komt... we, we, we horen van alles over ja. zitten: is het nieuwe roken? Ja. Inactiviteit is een uh, enorme bedreiging ja. voor de volksgezondheid. Ja, je, dus je zou verwachten dat er meer onderzoek naar ja. zou zijn over wat inactiviteit dan ja. is. Ja. Maar het lastige is denk ik daarbij inderdaad, nou ja, wat je inderdaad veel leest. We zijn minder gaan bewegen. Hè? Mm. Nederland zit in een beweegcrisis. Ja. ja, dat gaat allemaal over die beweegnormen. Exact. En vanuit dat perspectief ja. is wat ik doe drie, vier keer in de week D1. Je al doet het ja, precies. Ja, precies. ik ja, denk ja, 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 niet uh, ja, ja. dat dus... jij hoeft uh, zorg te maken dat je ineens. Uh, dat ik ongezond uh, word. Ja. En dat is jouw disclaimer die je in het begin ja. zei. Het is dus even belangrijk, waar let je op? Let ja. je inderdaad op training, wedstrijd, hardheid, fitheid, conditie, prestatie? Ja. Of hebben we het over gezondheid in dit geval? En in dit onderzoek spreken we dus over hoe hou je dat ja. hoge niveau vast? Ja. Nou, en ik vind, moest even terugdenken. Er was toen uh, vorig jaar, april, nou, corona kwam eraan. Iedereen was nog in dubio. Wat doen we? Gaat de Tour de France wel door hè, ah, in ja. juli? En toen had je al twee uh, sporen waarvan de sommige uh, ploegen zeiden... Nou, uh, nu is het, We gaan echt een stapje terug in de training. Een wat rustiger trainen. En ik kan me volgens mij herinneren dat Jumbo Visma iets had. Nou. Nee, we, we, gaan, we blijven toch gewoon doorgaan. In ieder geval met het idee dat er later in het seizoen of misschien in juli al iets gaat gebeuren. Ja, achteraf is, kun je natuurlijk alleen maar een, een koe in de kont kijken. Volgens mij is het. Maar is het, kun je ook vaststellen dat Microfis ja. mij het lekker deed ja. in de toer. Nou ja. ja, bijna heel lekker. Dus, maar maar alleen daar zit ook iets. Uh, hoe, hoe blijf je gemotiveerd om lekker door te blijven trainen als er geen. Ja, want dat, dat is uiteindelijk mijn dan grootste drempel ja. geweest. Of ja. nog steeds eigenlijk. Want uh, inderdaad, ik geloof helemaal niet dat. In 2021 wedstrijden gaan doen. Ik hoop het wel ja. natuurlijk, maar ik kan het niet aan om nog een keer zo'n teleurstelling te <laughs> ja. hebben dat je je inschrijft en weer. Ja, ja dus dat is ook ja. ja, Een soort bescherming voor jezelf. Ja, maar dat is een puur motivatieprobleem. Ja. Bescherming, ja. mijn lul, want er gebeurt natuurlijk niks als ik nu mezelf pijn ga doen, maar ik kan me er niet toe zetten ja Denk nee ik, waarom dat, ja. Waarvoor? ja, ja mensen stiekem niet iets in je achterhoofd van dat je zegt ja en dan zit ik met het ja, continu dat stemmetje ja. ik train hier voor Jan uh, met ja. kracht achterna ja. Nou, ja precies maar dat is dus gewoon een stukje sportpsychologie ja. moet je ja. misschien ook maar eens verder ja. ja. in dus voor jou is het ook niks want er zijn allemaal challenges dat je vanuit huis uh, dat de marathon kan je nog steeds lopen en dat ja. doet iedereen nee, vanuit huis ik heb huis, een keer eerder dan... hier gezegd dat werkt niet nee. voor mij ik was echt getriggerd ik uh, heb twee collega's die ik tegenkom in een werkcontext en die zijn dus ook die zei opeens tegen mij, ja maar Gaan dit weekend uh, ga ik mijn eerste marathon doen. Zo zo. Ja, ja, we waren aan het trainen. En de laatst deden we een keer ja. per ongeluk, uh, 27 kilometer en dachten we, nou, dan kunnen, kunnen we ook wel, wel die 42. Ja. En die halen dus lol ja. uit met z'n tweeën een zondag prikken, ja. om dan 42 kilometer ja. door het bos te gaan lopen. Superknap. Ja. Uh, maar waar, ja, dat is toch wel... Mij triggert het niet. Ik denk, ja, wat, nou, wat moet heb jij nood, Wat heb jij nodig? Uh, heb jij publiek dan nodig? Ja, heb ja, jij dat, ja, dat je thuis ja. komt en uh, je vrouw en, en, mijn psyche. en ja, kinderen ja, zeggen van... <laughs> Gerrit, jongen, de marathon van Rotterdam. Ja, wow. nee, is gewoon meten met anderen. is gewoon... Een rugnummer uh, wat je krijgt en uh, kan opplakken. Een ja. hele muur vol, vol hangt van mensen. Ja, ja dit, dit, die, die 40.000 man langs de kant. Ja. Uh, het, af en toe is iemand inhalen. Uh, je beter voelen dan een ander. Ja, sorry. toch aan het Eten. Ja, uh, of in ieder geval. Beter voelen, dan, ja, beter voelen dan een paar anderen. En ook heel zowel het realisme dat er nog een hele, hele groep voor me uitgaat. Ja, dus maar Dat jou, je toch een uh, beetje... Dat je mee kan doen. Sociaal lopen ben je wel dan. Enorm, enorm. Ja. Ja, ik ben de hele tijd aan het meten met iedereen om me heen. Ja. Ja, de, en dat helpt me dus ook. Ja. En dat drijft me naar grotere prestaties. Ja. Maar uh, ja, het is wel een beetje sneu. Ik kan niet in mijn eentje het bos in om 42 kilometer te rennen. Nee, snap ik. en uh, Ja, ik denk dat ik een beetje van allebei ben. Ik kan prima... Bij mij begint het ook een beetje te kriebelen. Ja. En ik, als ik dit soort stukken schrijf en lees, denk ik: oh ja, dat motiveert dat dan moet. ook wel weer. Ja, ja. ja, dan weet je het weer even. Ja. Ja. Maar van nature is het natuurlijk makkelijker om, inderdaad, als je nu gaat fietsen, te zeggen: nou ja, ik uh, ga weer. Lekker, lekker. toeren, ben ja. al buiten. Ja, hè? precies. Lekker gezond. Begin van het seizoen. Hè? <laughs> ja. Precies. ja. 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 Dus, nog even, denk ik: uh, we hebben het niet over de kracht gehad. Nee. Dat vinden mensen ook wel interessant. Juist. Uh, veel mensen ook ja. fitness hebben uh, in onze auto. Daar maartijen. zijn wel veel meer studies gedaan. Uh, Hoe snel je kracht verliest. Ja. Ja. En wat weten we daarover? Nou, die spieratrofie, de ja. die cijfers zijn bekend. Nou, eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer. Maar zelfs na nou, twee, zelfs één dag in de week. kan jij je opgebouwde kracht, dus eigenlijk ook weer heb je een programma gevolgd. waarin jij, nou ja, een aantal sets, een aantal repetities hebt gedaan. voor armspieren, beenspieren. Nou, heb je natuurlijk, nou dat zie je terug in je maximale kracht die je haalt. of die, in het aantal repetities met een submaximale kracht. Mm -hmm. Nou, je mooi opgebouwd. En dan denk je, oké, okay, en dan heb je drie, vier keer in de week, ben je, ben je waarschijnlijk gegaan naar de sportschool. Dan ga je kijken, nou en nu uh, heb ik, sportscholen zijn ook dicht hè, ik bedoel uh, lange ja, tijd. Ja, nou, inmiddels zie je ze veel weer buiten. Ja. ja, nou ja, dus er zijn allerlei manieren om dat te doen. Eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer, maar zelfs een, een, een treedje lager. Je kan met één dag, uh, één keer in de week een krachttraining. Kan jij jouw opgebouwde kracht onderhouden? Zo. Ja, wel weer dezelfde disclaimer. Oké, okay, uh, hou diezelfde intensiteit. Ja. ja. Nou, en dat is alle belangrijke. Ouderen, maar daar hebben we het misschien al een andere keer over gehad over. Ja, ouderdom. Daar wordt aangeraden twee keer in de week. Dat zit ook in de beweegnormen. Waarschijnlijk omdat die ook iets minder intensief gaan. Ja. Denk klopt. Ik. Lijkt ja. me verstandig. En daar hebben we toen gehad: hè. kracht is vaak die witte spiervezels. Die verdwijnen eerder met ouderdom, inactiviteit ook. Ja. Dus op die manier is het belangrijk uh, dat je dat uh, bijhoudt. Vooral als je ouder dus wordt. Dus we ja. kunnen eigenlijk ook vaststellen: één is geen. In de zin van als jij wilt trainen voor iets, is één keer in de week trainen. Op zondag met je maat gaan wielrennen. Nee. Daar word je nee. niet beter van. Nee. Daar onderhoud je hopelijk wat. Daar ja, ben je actief, weet je ja. wat. Nou ja, uh, ik, ik snijd naar trainen, die twee Trainen moet precies. je twee. Ja. Drie, ja. idealiter vier, of ja. een keer lopen en fietsen, combineren. Kijk, het lastige ook van, deze, van dit soort studies is natuurlijk van ja... je gaat niet voor jezelf elke week een maximaaltest doen. Nee, nee, nee. Dus ja, dat zou je idealiter doen om te zien... Ja, hoe gaat het met mijn conditie? Ja. Ja, dat wil je ook niet, nee. toch? Nee, 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 dat wordt te belastend En nee. nu ga je een beetje af op van... ja, je, je doet jouw uh, rustige ritje... En dan kom je thuis en denk je: Jezus, het, is, het was wel heel rustig dit keer. Ja, dus ja. je hebt alle vermoeden dat het allemaal wat minder wordt. Ja. Maar je gaat dat niet uh, testen uh, door, door echt te zeggen: Nou, en dan ga ik nu eens een, een, uh, ja, een, een uur uh, knallen. Ja. Uh, die heb je wel, hè, Mensen die een vast rond, ja, maar zo, ik kan uh, dat ook lopen om de zoveel nee, tijd. Nee, en dan is nee, het nee. ja, nee, goed. Hey, luister dus wij hebben iemand die traint uh, zeer ja. fanatieke amateurs en zelfs een aantal topsporters. Guido Vroemen. Zullen we eens even gaan zoomen met Vroemen? Ja, om aan hem te vragen wat hij zijn atleten adviseert om uh, te doen in uh, die rust van het seizoen. Ja. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, nou, uh, nu het eind van dit gekke corona in zicht komt, misschien gaan we van de zomer wel weer wedstrijden doen, misschien ook niet. Maar topsport is uh, zeker. We hebben natuurlijk deze aflevering even gekeken naar uh, wat is nou het effect van een inactieve of wedstrijdloze periode. Al veel over gezegd, Jurgen, maar toch even benieuwd om van jou te horen. Eén. Werk jij met periodisering? Uh, Jurgen deed op een gegeven moment de uitspraak: uh, joh, die wielrenners gaan het hele jaar door. Zie jij echt nog een rustperiode voor jouw atleten? En zo ja, wat is dan het minimale wat je ze laat doen? Ja, ik heb zoveel verschillende sporters: uh, mountainbikers, wegwielrenners, triatleten, en dan Olympisch en dan lang. Dus ja, er daar zit, daar zit natuurlijk overal wel een periodisering. Maar dat is allemaal anders. Weet je, de, de ene heeft het totaal anders dan de andere. Maar ze hebben allemaal geen wedstrijden. Dat is in ieder geval um, um, wat, uh, wat, wat overeenkomt. Um, dus ik, ik hou het met name aan zeg maar, dat ik een aantal weken opbouw. En dat verschilt ook per persoon. Of dat er dan drie, vier, vijf zijn. Voordat ik een rustweek even ertussen zet. En dat ligt nou ja, puur aan de belastbaarheid van de persoon. Ja, uh, maar dat is het. In de loop of naar een, 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 een wedstrijd ja, toe, dat zeg is in maar. Gewoon de gewone trainingsblokken. Maar nu hebben heb veel, ja, geen triathlons. Dus wat doe je met die triatleten Die nu eigenlijk, die hadden van plan om in het voorjaar uh, een, een triathlon te doen. Uh, die wordt afgezegd, die, die gokken nou waarschijnlijk op het najaar. Hoe ja. hou je ze in deze periode, nou ja, in conditie? Ja, ja, uitdagen. Hè. Je moet ze, ze, ze proberen hun, hun, hun zwakkere punten, die, minder sterke punten. Je weet hebben. dat ze luisteren. Ja, ja. Minder sterke punten die ze hebben, um, die ga je proberen te verbeteren. Um, en dat, dat zit hem vaak um, in bepaalde tijds- of kritieke perioden, zoals ze ze noemen. En dan moet je dan een bepaalde prestatie aan koppelen. Van ik denk dat jij. We gaan proberen om, om die, die één minuut die je bijvoorbeeld op de fiets kunt trappen, of je dat één minuut lang boven de 500 watt gaat halen, een keer. Aha, dus een, ja, toch een, een dat, klein dat wedstrijdje de, de, inbouwen. Ja, dat wordt dan wel een wedstrijdje, inderdaad. Ja. En dat is ook met hardlopen, kan dat ook gewoon een, een, een tien minuten of een twee kilometer of een andere afstand. Niet een super lange, maar wel iets, iets korts en iets intensiefs waar je naartoe gaat werken. Waarom kies, eigenlijk... je, waarom kies je juist voor die vorm? Waarom kort en intensief? Ja, dat wordt meestal eh, onderbelicht, hè, dat stukje, eh, als je ga maar een uur lopen. Dat, dat, dat wordt al vaker gedaan. Maar daarnaast is een, eh, zeg maar een, een, een tijdrit of een tijdloop van een uur is ook al eh, redelijk belastend. Dus dat wil je ook wel niet zo vaak doen. Terwijl als ik iemand één minuut volle bak wil laten rennen of fietsen. Ja, dat is natuurlijk zwaar, want je gaat echt helemaal uh, door in het rood. Ja, dan, maar dat is niet zo dat dat uh, heel veel inv, uh, invloed heeft op het herstel voor, nou ja, daarna de dagen. Dat, ja, dat, uh, je, zo van ja. je zult ook atleten hebben die zeggen, nou, uh, ik vind het wel even fijn deze periode. Ik moet nog klussen aan mijn huis en mijn, uh, mijn vrouw of uh, mijn man klaagt dat ik zo weinig thuis ben. Ik ga het lekker rustig aandoen. Ik ga lekker terug in het aantal trainingen, et cetera. Uh, vind je dat ook prima? Of uh, ga, ga yeah. je dan denken, hmm, dit gaat de verkeerde kant op? Ik, ik zou, weet je, in principe zou ik het ook prima vinden als dat die keuze is van die atleet. Alleen, ik heb ze niet. Nee, dan stoppen ze waarschijnlijk <laughs> ja. ook bij de, met de coaching en training ja, van Guido ja, Vloemer. Dan zeggen ze ja. gewoon tegen mij, weet je jongen, het is, het, ik heb geen wedstrijden. Um, en dat duurt, duurt toch nog wel een half jaar of zo. Mm -hmm. Ik ga het even op een andere boeg gooien. Ik stop ja. even met je schema's, want uh, dat heeft voor ons beiden geen zin. Ik ga even klussen aan mijn huis. Ja, ja, dan ben jij ze uit beeld. Maar dan toch even de mensen die je wel in beeld hebt. Je zegt net periodisering, blokken van zes of acht weken. Maar ik bedoelde eigenlijk meer: is er sprake van een off-season? We kennen dat een beetje vanuit de triathlon: oktober, november, off-season. Uh, en, en wat laat je ze dan doen? Ja, als er. Als er uh, um, stel dat je in een off-season periode zit dat je die zware wedstrijd gehad hebt en je hebt dan een wedstrijdloze periode voor de boeg, ja, dan, dan heb je dus al een zware voorbereiding gehad. En een zware wedstrijd gehad. Uh, waar je ook gewoon fysiek en mentaal van fris moet worden. Dus dan moet je nou ja, soms gewoon vooral dingen doen die je, normaal, die je dus eigenlijk niet doet. Dus als je als een lange afstand hebt getraind en je bent echt helemaal daar een half jaar of een jaar naartoe geleefd, die wedstrijd gedaan. Ja, ga dan maar een paar weken wat anders doen. Zoek andere dingen uit die je ook leuk vindt, die je eigenlijk ja, niet, niet, niet aan toe kwam. Je mag best bezig blijven op de fiets, in het zwembad, buitenwater of hardlopen. Prima, alleen. Niet zeg maar um, op dezelfde manier als die voorbereiding voor die, voor die hele triathlon. Alleen maar puur plezier. Weet je, voor mij wat ga je ook he, iets anders fietsen. Uh, dan ga je een, uh, een vakantietocht. En als je dan wilt blijven, bezig blijven, dan ga je gewoon op de fiets op vakantie. Ja, ja. dus dat maar, is vooral de mentale maar, ontlasting. Maar niet dat klassieke ja. beeld van vroeger. Dat wielrenners, uh, bij wijze van spreken, volgens mij twee maanden met de benen omhoog. Mijn moeder de vrouw, en daarna langzaam weer begonnen met lange tochten. Nee, nee. Dat is een beetje achterhaald volgens nee. mij, hè? Ja, maar dat, dat, is, dat is inderdaad wel achterhaald, omdat dat gewoon puur. Um, je, je bouwt alleen maar je, je aerobe motor op. Hè? Gewoon langzaam en rustig en uh, heel veel kilometers maken in een periode dat het ook nog slecht weer is vaak. Um, ja, zo is het wielrennen ook helemaal niet meer, hè? Het, uh, het, er wordt meteen, de, als er gekoers moet worden, dan gaat het niet langzaam en rustig. Nee, maar is dat ook van. Want jij begeleidt ook echt wielrenners. Uh, die elke week of misschien twee keer in de week een koers hebben. Ja, die, de, stel dat je een normaal seizoen zou hebben. wat ik uh, toen, toen het nog was, toen bij de Rompot. Uh, nou ook werkzaam was. dan heb je eigenlijk maar een heel beperkte periode om goed te trainen. En dat is ook een nadeel. Want je kunt nergens goed aan werken. Eigenlijk, weet je, het seizoen eindigde dan oktober en in november begon het dan. Weet je, dan ga je opbouwen, december, januari. En eigenlijk begon februari, eind, was het al raak. Daar begonnen de koersen al. En dan was het vanaf februari tot en met oktober bijna altijd koers. Ja. Ja, want dan doe je tussen de koersen, dat is het hoogste. Dus denk ik. Uitrusten voor de volgende koers. Ja, er ja. Ja, was echt niks te doen. Daar kun je echt niet bouwen. Tenzij je een, beetje een echt een hele goede renner bent, natuurlijk. Want dan mag je kiezen. Dan denk je, ja, weet je, ik wil gewoon goed zijn in de Tour de France. Of ik wil in de, de Giro of de Vuelta of een andere ronde. Of iets. Een paar hè, uh, perioden van het seizoen. Voorjaarsklassiekers, daar wil ik goed zijn. En najaarsklassiekers. Dan kun je zeggen, ja, daartussenin wil ik gewoon twee maanden even mijn eigen programma maken. Ja, dat kan wel. Maar als je, als je in een ploeg zit en die ploeg moet gewoon zijn hoofd boven water houden, dan moet gewoon koersen rijden. Ja, dan word je gewoon opgesteld en dan moet je gewoon rijden. Ja, ja knallen. Kortom, waar ik eigenlijk achter kom, Jurgen, dit hele thema over inactiviteit en wedstrijdloze periode kom je als topatleet nee, eigenlijk niet, niet tegen. Nee. Er is ja. geen sprake van minimale inspanning. Dus dan blijft het bij de lessen die we van ja. jou hebben gehoord. Voor ons als amateurs. Voor jou vooral. Je kan de frequentie omlaag gooien. Je kan de duur omlaag gooien. Ja. Zolang je de intensiteit, intensiteit maar hoog houdt. Ja. Dat, uh, dat is de tip en de les ja. van deze aflevering. Ik zie Guido instemmend knikken hier. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat inderdaad. Je moet de intensiteit gewoon een beetje bijhouden. De omvang die heb je zo. Weet je, in, als je er één weekje hebt. en je gaat alleen maar heel veel omvang draaien. als je die intensiteit bij hebt gehouden, dan, dan schiet je vooruit. Mooi, goede lessen. Ja. Daarmee uh, weten we wat ons te doen staat. Ofwel, als we de volgende lockdown ingaan, laten we hopen dat dat uh, nu voor goed achter ons blijft. Maar ook als je een keer door werk, door een verbouwing of een wat kind. dan ook, een kind een uh, aantal maanden veel minder kan trainen dan je gewend bent, zorg dat je in die weinig tijd die je hebt, intensief blijft gaan. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Uh, hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? Hoe grijs ben jij getraind? Laat het ons weten. Via bijvoorbeeld Twitter of Instagram, Slimmerpodcast zijn we daar. Van iedere aflevering vind je daar een post. Die kan je delen met andere mensen en je kan er ook op reageren. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere pagina een aflevering waaronder je ook reacties kan achterlaten. Ik vind het wel leuk als je daar jouw bevindingen schrijft. Want dan wordt die website alleen maar rijker van. Of als je zegt, nou ik wil het liever een beetje één op één houden, stuur ons dan een e-mail naar post. Slimmerpodcast.nl. Dankjewel voor deze week. Dankjewel, Guido. Graag gedaan. Dankjewel, Jurgen.